al een uur. Het is alweer 7:30. Al sinds 4:30 toen we zijn vertrokken zit mijn bagage dus nog steeds in Barcelona. Maar we zijn dus weer helemaal terug door de security. Goedemorgen allemaal en welkom bij een nieuwe vlog. Dit is de laatste dag in Barcelona. We moeten net uit gaan checken. We hebben alles ingepakt en het is 1:20. Dus we gaan even snel naar beneden uitchecken en dan gaan we de stad in. We lopen nu onderweg naar de Lidl. Ja, of we moeten toevallig een lekkere bakkerij onderweg tegenkomen. Dan kan ik best wel overhalen, maar best wel graag naar de Lidl. Waarom is het weer mijn schuld? Omdat jij naar de Lidl wil. Ik hoef niet naar de Lidl. Ik zou even kunnen op zich nog wel even de stad in. En dan kunnen we daar even wat gaan eten. Maar daar was jij het niet mee eens. Mijn tattoo cover is er af. Ze zien me weer dat ik niet altijd naar West moet luisteren. Want West zei eigenlijk dat ik dit dus niet moest doen. En toen heb ik het toch gedaan en nu vindt hij het hartstikke mooi. Lekker wat eten besteld. En het was hier maar letterlijk 12 euro. Dat is zo... Kijk hoeveel we hebben. 1 empanada, een heel groot kipbroodje. 2 chocolade croissants en een cappuccino. Ik heb trouwens nog wat overgehouden van de jetski. Want ik viel natuurlijk van de jetski af. Kijk dit. Toch wel echt oppassen op de jetski. Maar op zich op zulke hoge snelheid is wel te verwachten. We zijn nu onderweg naar de transfer. Er staat al een busje, maar volgens mij is dat niet die van ons. En ik had helemaal geschrikken met mijn moeder. Want ik wou dus gisteren niet zeggen wat ik die dag had gedaan. Dus zij heeft sindsdien zitten nadenken. En ze dacht dat ik een tattoo had gezet, wat ik natuurlijk ook heb. Ik zou even omlullen. Ik heb ook natuurlijk Lego poppetjes gemaakt in de eerste of tweede vlog. Ik heb dus een beetje gedaan alsof ik dat heb gedaan. Niemand in mijn gezin heeft tattoo. Dus ik ben heel erg nieuw naar haar reactie. Ik weet het echt niet. Het was dus wel onze transfer al. Dus hij was echt wel gewoon heel erg op tijd. We gaan lekker terug naar Nederland. En we gaan nu met de transfer. En daarna komen we aan op het airport van Barcelona. Ik vind het wel een beetje spannend daar, want we kunnen geen Spaans. En de vorige keer was niet alles in het Engels ook beschreven. Ik ben een beetje bang of we weg maar wel de route en alles gaan vinden. Maar dat komt vast helemaal goed. Even kijken, zijn we aan het zoeken naar onze vlucht. Amsterdam, ja 4:30, dat is hem inderdaad. Dat is die Zagemal. Daar gaat mijn koffertje. Oh, hij valt om. De camera was uitgevallen en ik moest even wachten op Wes, want hij heeft de andere batterij. Maar Wes moest weer helemaal terug door de security. Ik was er meteen doorheen gekomen, maar omdat die iPad moest blijkbaar los uit tas op Schiphol hoefde dat niet. Zei hij eigenlijk waarom? Of hij zei gewoon uithalen. Ja. Nou ja, hij zei dus tegen Wes van de US ticket. Toen moest hij ook nog die GoPro en alles eruit halen. Maar we zijn er doorheen. Volgens mij hebben we nu alles gedaan. Hier zijn de boarding gates. Ja, ik heb niet echt honger, maar ik heb wel dorst. Dus ik ga even erg kijken voor koffie of iets in die richting. Check letterlijk elke winkel die er bestaat is hier gewoon. J&J, Burberry. Allemaal rare Barcelona winkels. Echt Starbucks, McDonald's. Letterlijk alles is hier. Echt alles, alles. We lopen dus net daar vandaan waar ik al die winkeltjes liet zien. En nu heb je gewoon een heel buitenterras. En daar zit dus heel grote Starbucks. Kijk. Super nice. Alleen stinkt hier wel. Als de mensen de vlog uit iedereen hebben gezien, Wesley doet nog sindsdien balloons. Hij is nog sindsdien verslaafd. Oké, we hebben lekker onze drankjes op. Deze nemen we nog even mee. Ik laat het ijs smelten zodat er meer water in zit. Want hij was echt fucking zoet. Wesley heeft mijn Insta-post aan het afmaken. We zijn nu even een hele leuke foto. Ik vond deze foto zo leuk. En ik ga voor de eerste keer een video erbij doen. Dat doe ik nooit op Insta-post. Dus ik ben benieuwd hoe het gaat. Ik ben heel enthousiast voor deze foto. Ik vind deze foto zo mooi. Gelukt ook. Lekker even onderweg. Ik wil zo even ergens in de wc mijn tattoo schoonmaken. En ik wil hem eigenlijk ook weer even insmeren, mijn tattoo. Want volgens mij kan je dat maar niet vaak genoeg doen. Hoe meer, hoe beter. Want je moet het lekker laten hydrateren. Sowieso in zo'n warm land als dit kan het heel snel uitdrogen. En dat is dus heel slecht voor het hele proces bij je tattoo. Je hebt dus in Schiphol heb je echt van die hele grote borden. En het staat dan super groot, zeg maar, elke vlucht en waar je heen moet. En hier heb je per gedeelte, zie je pas waar je heen moet. Niet in één keer alles gewoon. En het is heel klein. Het zit gewoon in de muur en het is heel klein. Echt, als er gewoon veel mensen naar een vlucht zouden moeten komen, dan moet je gewoon wachten op elkaar tot de rest is klaar met kijken. We hebben gevonden. We gaan er hier zo in. B47. We gaan ongeveer 50 minuten vertrekken en over een 10 minuten kunnen we het vliegtuig al in. Ik ben trouwens benieuwd wat jullie het leukste vonden van de vakantie in de vlog. Zeg maar wat jullie hebben gezien. Wat vonden jullie het vetste? Ik persoonlijk, ik denk dat mijn top 2 dingen die ik echt het allervetst vond, is dus dat we in Blanes helemaal bovenin waren. Dat we daar al die rotsen en zee en alles zagen. Dat we een rondloop waren. Ik vond het wel heel leuk. Ik vond het ook heel leuk om met Westerberg op te doen. Want ik en West hebben nooit echt verre afstanden samen gelopen. Zo. En dat is het. Dat is mijn tweede. Ik vond het tattoo zetten ook echt heel erg vet. Wel heel erg spannend. En ik ben echt super snel misselijk en alles. Dus ik was na het tattoo zetten echt al bijna over mijn nek aan het gaan. Maar ik vond het wel super vet. Maar laat ze even weten in de comments wat jullie van alle vlogs het allerleukste vonden. Want ik ben oprecht heel erg benieuwd. Al sinds 4:30 toen we zijn vertrokken zit mijn bagage dus nog steeds in Barcelona. 1210 kilometer hier vandaan. Heel erg leuk. We zijn lekker op Schiphol. Echt super blij om weer op Schiphol te zijn. Moet ik eerlijk zeggen, alles is gewoon heerlijk in het Engels. En alles is duidelijk aangegeven en nice geregeld. Love it, oprecht. Ik ben echt even klaar. Ik kwam er trouwens achter dat mijn koffer wel gewoon mee is gegaan. Die AirTag die dacht gewoon ineens, ik kap er mee. Dus
Dat was het waarschijnlijk. Nou, en hier komt dus zo mijn koffer omhoog. Maar we moeten nog even wachten. We wachten al een uur. Het is ongeveer 7:30. Wat heb je daarop te zeggen? We zijn weer heerlijk aangekomen in Deventer. Het was echt een hele lange reis. We hebben letterlijk 2 uur bij de bagageplek gestaan waar onze koffers binnenkomen. Het duurde zo lang, ik weet nog steeds niet waarom, maar het duurde zo lang. En letterlijk allemaal vluchten na ons kwamen voor ons. We zijn uiteindelijk daar weggekomen gelukkig. Toen hebben we nog 1,5 uur de trein gezeten. En we zijn nu even aan het wachten op mijn ouders, want die komen ons ophalen. En dan zie ik eindelijk Mia weer. En nogmaals, mijn ouders weten allebei niet, maar mijn moeder ook niet. En mijn moeder is best wel... Ze is niet streng of zo, maar ze wil wel like, alles zeg maar, overleggen en zo. En ze weten dus niet dat ik een tattoo heb. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe ze gaat reageren. Hi, schatje! Nee, niet pakken. Kom, hi, Mia. Ze staat het in de vak. Oké, jongens, ik ben weer lekker thuis. Ik ben weer met Mia. Hallo, meisje. Mia heeft heel mijn bed blijkbaar ondergebloed. Mia was loof, zoals ik al zei. Echt overal zit nu bloed, dus ik mag dit even schoonmaken. Hele leuke info, ik weet het. En ik ben zo blij dat je er weer bent. Nee, ik ben echt... het is echt een kindje voor mij. Voor mijn gevoel is Mia gewoon mijn kindje en ik heb haar zorg gemist. Maar ze is dus blijkbaar wel echt ziek en naar. Dus ik ga lekker geschaam met haar doen. Kleine wandelingetjes maken. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar alle vakantievlog. Tot de volgende livestream of video. Doei doei! Doei doei, Mia. Zeg maar doei doei.